Oké. Vandaag speel ik met mijn neefje Fortnite. Hij speelt het spel sinds kort ook. Dat zal wel iets gaan betekenen. Hij speelt er nog maar 2 maanden. Dus hij is nog niet echt heel goed. Maar ik hoop wel echt dat we vandaag een lekkere win kunnen halen. Oké. Trouwens, deze aura-stijl vond ik wel heel chill dat hij gewoon gratis was als je aura al had. Wat ligt daar? Oh, gelukkig Drake's map. Die dingen zijn niet normaal goed. Even laten zien dat ik hem heb. Oké, die striker pakken. En dan zijn we eigenlijk wel gelijk ready voor de kluis. Ik laat even zien van, kom hier. Oké. Hij is er. Ja. Kluis zal open. Ja. Lekker hé. Ik moet wel echt heel hard praten. Dat is misschien wel een beetje irritant. Dus als ik soms een beetje weinig praat, komt dat omdat ik anders de hele tijd heel hard moet praten. Oké. Oh, wacht. We kunnen zo meteen gelijk die rift pakken. Dat is ziek nice dan. Oké. We gaan niet door. En dan laat ik even zien. Kom naar die rift. Naar die rift. Oké. Oké, daar is die. Ja, daar ongeveer. Oké. We gaan beginnen naar de reis naar de schat. Mijn schat is die chest. Oké. Wacht eens. Oh mijn god, dit werkt! Dit werkt! Nice! Lekker! Let's go! Oké. Even de pickaxe. Oké. Niet mijn loot nakken. Oké. Huh? Hij had net toch al een gouden gepakt? Trouwens, ik ga zo lekker tosties eten. Dus misschien kon je dat gepiep van net heel zachtjes horen. Oh, jezus. Niet zo agressief. Daar is niemand. Shifty. Daar zijn wel enemies. Oké. Oh, jezus. Oké, je kan misschien ook een beetje rustig doen. Maar ja, we gaan door. Lekker. Door. Oké. Daar, mijn rug. Mijn rug doet echt pijn. Maar, ja. Dat maakt niks uit. Oh, daar zag ik net iemand in gaan. Go. Hier zijn mensen. Ik zie voetstapjes. Ik zie voetstapjes. Mijn vader komt hier naast me zitten. Wil je iets zeggen tegen de kijker? Echt niet? Ik ga even niks zeggen. Hij wil echt niks zeggen. Dan mag hij wel hebben. Oké, we gaan door.
Oh, wacht, wacht. Dit is die ene plek met die lama. Staat die lama er nog? Wacht even. Ja, ja, die lama staat er nog. Oké. Kijkers thuis, let nu even op hoe weinig mensen ik nu heb en hoeveel dadelijk. Oké, alle met. Voor mij. Zo. Ik heb echt niet normaal veel met. Ik zou gewoon een bulk 5.000 mats aan kunnen gaan. Ik had zelfs trouwens nog een keer een leuke glitch. Dat was in chapter 2. Toen gebruikte ik dus één hout en toen kon ik al iets bouwen. Toen had ik even een glitch. Dat was echt super OP. Waarom had ik dan net hout? Wacht, misschien heeft hij er wat aan. Laat ik hier hakken. 18 hout. Dat is echt te veel, man. Niet normaal. Een kwad. Kom op de kwad. Oké, we gaan eerst omhoog. Wipeout. Ik zie geen obstakels. Als ik net een wipeout had. Ik zie geen obstakels. We liggen hier gewoon keihard. Hier is weer een mooie plaats. Tja. Ik wil alleen dat. Kluis. Hé, waarom heeft hij een binnenkant? Hij kan nog wel snelste in. Nee, wacht. Ik kan er... Oh. Ik kan hem niet stelen. Ik kan hem niet zo erg jatten. Dat is misschien nog een beetje erg. Dus daarom gaf ik hem wel terug. Oeh, snel naar beneden. Wat krijg ik hieruit? Wauw. Wauw. Snel naar beneden. Wat is dat? Oh yes! Drake's map. Oké, die is daar. We kunnen gelijk met de rift daarheen gaan. Let's go. Oké, hij volgt me nog. I detected some unusual seismic activity. Maybe the island has a nervous stomach after its little gymnastics routine. Het boeit me echt helemaal niks, meneer, wat jij zegt. Hiking up those perilous deadly mountains? I need you to check on my seismometers. Mij boeit alleen de schat. Weet je wat ik raar vind? Waarom bestaat er geen Drake's map in een Drake's chest? Dan zou je zo van chest naar chest kunnen. Oké. Oh jezus. Oh, ik ben full met. Op mijn ijzer een klein beetje na. Ik ben bijna helemaal full met. Zo, dan gaan wij keihard winnen. Voel dit potje. Oké. We gaan door. En we gaan niet door. Oké. Go.
Oké, we gaan weer verder. Ja. Ik denk dat... Wacht, zal ik hem tikken? Ja, waarom niet, waarom niet? Hoppakee! Ik heb echt gevoel dat hij dit niet dood vindt. Dat was wel echt een rotactie van mij. Kom joh. Oké. Oké. Ik zie daar schoten. Wat was dat? Langsbed, bijna. Dat is die van mij. Boom. Hey, yeah. Wat fijn dat ik allemaal botsen. Zo, één bot. Rennen. Oeh, daar zijn mensen. Willen die wel ruzie met mij? Ik ben deur af, hè. Ik ben deur af. Kom dan als je durft. Je durft niet, hè. Deur af kan van iedereen binnen. Hoppakee, wat een bro-actie. Iedereen wordt geklept door deur af. Je waagt er niet met minis te stelen. Oké, nee, dat doet hij niet. Laat me er door. Wat doe je? Ik zie spoedoeman. Ik zie spoedoeman. Ik heb laatst nog een Spider-Man film gezien. Nee, geen No Way Home. Ik zie jou daar wel thuis. Ik zag wel dat je daar thuis dacht. Gaffer. Dat je zei. Hij is naar No Way Home geweest. Nee. Als je zegt dat je Spider-Man gaat kijken, denkt iedereen gelijk aan No Way Home. Dus wat doe je? Bewegen. Ja, nu ga je sowieso nog. Oh joh, als ik allemaal hout terug zou hebben, was ik helemaal vol met. Ja, wat doet die stom hé? Nou, we gaan wel door. Oké. Ik denk dat er ook nog een vervolg van deze video moet komen. Omdat ik maar 15 minuten aan video per keer kan maken. Dus ik denk klein vervolgje. Lekker doorglijden. Waarom sneeuw? Het is pas maart. Ik heb echt veel commentaar op het spel. Maar het is gewoon onlogisch dat er zoveel sneeuw nog ligt als het maart is. Hoezo dat? Au. Mijn hoofd. Zag je iemand, jongen? Nee, min. Nee, ga het eigenwijs doen. Pak die minis. Ik heb geen bandages. Hij denkt echt dat ik alles heb. Hier alleen minis. Zijn minis niet goed genoeg voor u of wat? Oké. Tot zo bij het vervolg.
doe zeker een like.